zit een echte wijnkenner, hè, Sylvain? Maar meneer, kan ik er geen klote van? Hij zit gewoon een keer van me door. Het is er nog een keer vol, want zijn beest zijn er weer weg. En dan zien we weer, binnen 30 minuten, niet terug. Op ons, Sylvain. Jij moet er nogal goed voor staan, hè, dat jij in zo'n chique restaurant kunt gaan eten. Mama, ja, u ging komen al gewoon eten. En het heeft nog niet gereed. Oh, Sylvain, is dat voor mij die romantische muziek? Ja, voor mij zal het niet zijn, want dat spel dat piept er wel in mijn oren. En wat vindt u nu van mij, nu dat je mij ziet? Maar moet een beetje luider spreken, ik hoor ik u niet zo. Wat dat je van mij vindt? Ben je gestopt met die gitaar, jong? Dat is hier echt van orde, Moet dat wat ik nog opbrengen, meneer? Dat is nouvelle cuisine, monsieur. Maar allez, die Fransman, dat zijn nogal allerhande kippen. Dat vind ik wel zo lekker van nouvelle cuisine, dat je er nog geen bordeling mee voelt. Eerst met een pistoling, hè? Sylvain, als je met mij samen bent, gaan we toch moeten leren delen, hoor. Je moet er trouwens toch niet op zien, hè? Je zit er toch warmjes in? Warm? Hier, warm, kijk. Ik ga een flanellen namelijk aan. En de roller gaat nog een dan marken. Jij doet mij nogal lachen, hè, Sylvain. Hier, Sylvainke. Jij kunt mij gelukkig maken en ik weet hoe ik u kan gelukkig maken. Ik leg het allemaal niet op tegen. Zal ik de rekening alvast brengen, meneer? Maar wanneer, meneer? Hij had genoeg over en weer gelopen. Leg me al een beetje uit. Jij bent nog wel eens een genieterje, hè, Sylvain. Jij kunt nog wel eens plezier maken in je leven, hè. Had je mij ook eens een plezierje doen? Hoe wil je zeggen? Een cadeautje voor mij kopen. Waarom? Oh, Sylvain, ik vind het zo fijn bij u. Voelt jij wat ik voel? Ik heb een wel, hè? Sylvain, jij zit in een karreke. Och, maar dat is helemaal niet erg, hoor. Ik ben helemaal weg van u. En ik ben direct weg van u. En u?